Nou ja, het blijkt uiteindelijk dat we de beste zijn. We hebben vandaag moeilijk gehad. We hebben niet cadeau gekregen, maar ja, we zijn gewoon de beste. Dat is duidelijk. Heb je enig moment vandaag getwijfeld dat het niet zou lukken? Nee, ik ben er van 100% van overtuigd dat het vandaag zou gebeuren. Want het eerste kwartier was natuurlijk wel even schrikken, hè? Ja, maar een wedstrijd is 90 minuten en we hebben al vaker achter gestaan. 4-4 werd het uiteindelijk. Heb je op een of andere manier nog op de hoogte laten houden wat er bij Kuik gebeurde? Ja, per minuut wisten we wat er bij Kuik gebeurde. Dus het was al heel snel 2-0 daar. Dus dat gaf ons wel een bepaalde rust. Kampioen met een redelijke voorsprong, hè, de achtervolging. Dus daar valt eigenlijk niets op af te dingen. Nou, gezien het doelsaldo, het aantal overwinningen wat we behaald hebben. En de puntenaantal wat we op dit moment de voorsprong hebben. Geloof ik 8 punten voorsprong nu. Ja, dat mogen we niet lagen. Hoe ga jij dit feest vieren hier op het clubhuis? Ik ga lekker met een sigaartje en een biertje vanaf de achtergrond alles in de gaten houden. Jij bent niet iemand die straks op de voorgrond gaat treden? Nee, nee. Je gaat niet speechen? Nee. Ik ga genieten van binnen en met een brede glimlach op mijn gezicht.